Met je tulpen en je narcissen kun je ook hele mooie boeketten maken. En dat ga ik je laten zien hoe je dat het beste kunt doen. Narcissen wordt altijd van gezegd dat je die niet kunt combineren met tulpen. Maar dat kan wel. Narcissen geven een slijmachtige vloeistof af. Als je ze plukt, zet ze daarom eerst zo'n 3 uur in een aparte vaas, zodat ze dat slijm hebben afgegeven. En daarna kan je ze gewoon verwerken samen met andere bloemen. Ik ga vandaag dus met mijn tulpen en mijn narcissen aan de gang. En ik heb hier nog een paar anemoontjes staan en een ranonkel. Verder heb ik krentenbloesem geplukt. En groene jonge hazelaarstakken. En de krent- en hazelaarstakken die komen gewoon uit de gemeentetuin. Dus die kun je vrij knippen. En ik heb ook nog een takje helleborus hier staan. Om ook nog als groen toe te voegen. Wat ik altijd als eerste doe, is eigenlijk mijn bloemen een beetje gesorteerd voor me neerleggen, zodat ik ze makkelijker kan pakken. En dan verwijder ik direct alle onderste bladeren, zodat je als je boeket hebt, dat die bladeren niet in de vaas komen. Want die vervuilen het water. En vies water, dan gaan je stelen van dicht zitten, dus dan gaan je bloemen sneller slap hangen. Nou, de bloemen heb ik mooi gesorteerd voor me liggen. En ik heb groen materiaal ook al hier neergelegd. En ik heb hier een beetje bijzondere vorm tak. Want je zult misschien geneigd zijn om altijd te kiezen voor rechte takken. Maar in een boeket geeft dit heel veel zwierigheid en maak je het niet zo stijf. Dit is vaak veel stijver. Dus daarom laat ik het even zien dat je juist bijzondere vormen zijn vaak juist heel geschikt om mee te werken. Die haal ik toch nog maar af. En zo leg je de eerste stelen. Leg je zo hier tegenaan. Pak ik de krentenbloesem. Nog even het onderste takje eraf. En dan draai je het boeket eventjes in je hand. En dan heb je gelijk eigenlijk al een beetje een vorm waarin je kunt werken. En elke keer leg ik er nu nieuwe stelen tegenaan. Je kunt natuurlijk kiezen voor alle kleurvariaties die je maar wilt. Maar met het frisse groen en het wit en het licht gele, dat geeft echt het voorjaarsgevoel. Dus dat vind ik heel mooi om mee te werken. En binnen het boeket zie je ook dat er allemaal verschillende vormen zijn. De tulpen en de ranonkels die hebben een grote ronde vorm. En de krentenbloesem en de narcissen, ja, die brengen dan weer wat speelsigheid in het boeket. Waardoor het veel mooier wordt dan wanneer je zeg maar alleen maar zo'n bosje narcissen bij elkaar zou pakken. Of alleen maar een bosje tulpen. De bloemen zijn prachtig, maar zo met elkaar als geheel krijg je gewoon een veel mooier boeket. Die veel meer fleurigheid in je huis brengt dan alleen een bosje van één soort. Af en toe dan draai ik even het boeket en dan kijk je even weer vanuit een andere hoek. En dan leg ik de stelen er schuin voor langs. Thank you.
Mijn man wordt altijd helemaal panisch. Ja? Je gaat er gewoon tegen. Ja. Dus dat moet je juist niet doen. Dit is het eindresultaat geworden. Er zit echt ontzettend veel in. En ga je zo'n boeket bij de bloemist halen, dat kan natuurlijk ook, maar dan ben je wel een klein vermogentje kwijt. En hoe leuk is het dat je het allemaal in je eigen tuin hebt staan en je gewoon lekker zelf kunt plukken. Ik ga het nu even vastbinden. Ik doe dat met een touwtje. Je kan het ook met een elastiekje doen als je dat handiger vindt. Maar dit is net iets authentieker, dus dat vind ik wel mooi. En een elastiekje in de vaas, dat is toch altijd een beetje jammer. Dus even voorzichtig neerleggen. Maak een klein knoopje. Niet te hard aantrekken, want dan plet je de stelen. Dus zorg dat er wel een beetje ruimte nog over is. Dan knip je het overtollige touw weg. En dan is je boeket af. Klaar om weg te geven of om lekker zelf van te genieten. Knip nog even alle stelen recht af. Nou, de bloemen kun je natuurlijk prachtig in een mooie vaas zetten. Ik kies er nu voor om ze op een open schaal te zetten. En ik heb er een mooi zijden lint aangehangen. Dan zet ik het zo op de schaal. Zorg er dan altijd voor dat er voldoende water in de schaal zit, zodat ze goed kunnen drinken. En dan kun je er ook mooi van genieten.